waterkrachtenergie werkt een beetje hetzelfde als windenergie. Stromend water laat een schroef draaien die is gekoppeld aan een generator. Die zet de draaiende beweging om in energie. Vooral in gebieden met veel bergen of aan de kust waar water hard stroomt is dit handig. Maar de vissen zijn er niet zo blij mee. Die kunnen daar niet makkelijk langs zwemmen en moeten een andere route zien te vinden en die is er soms niet.